The gods have abandoned you. What love they once gave is now gone. The sea gives only water. The woods give only wind. The earth gives only dust. Even the midday sky gives only twilight. And with their shepherds gone, the sheep fall prey to wolves. Without the gifts of Olympus, you are lost to the darkness. Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Apotheon. Dit is een platformgame in de stijl van muurschilderingen van de oude Grieken. En het speelt zich ook af in het oude Griekenland volgens mij. En ja, naar de video zien we dit, dus ik ga eens even wat doen. Oh, kijk, wij ontwaken. Ik heb verder geen idee wat het inhoudt. Het is een game die nu verkrijgbaar is, hartstikke nieuw. Verkrijgbaar op Steam en op PlayStation. En op PlayStation kregen wij hem deze maand gratis bij het PlayStation Plus. Dus vandaar dat ik heel makkelijk in de gelegenheid ben gesteld om het eventjes te spelen voor jullie. Nou, ik ben erg benieuwd. Het ziet er sowieso al echt heel gaaf uit, echt. Wauw. Erg mooi gemaakt. Maar goed, we gaan eens even kijken wat het inhoudt. Als je het leuk vindt om een duimpje te geven, dan vind ik dat echt heel tof. Dus alvast bedankt daarvoor. Kan ik hier gewoon doorlopen door het vuur? Is dat verstandig? Oh, dat is gewoon achtergrond. Oké, dat kan ik kwaad dus. Nou, cool. Oh, iemand zit in de penari. Cyphos. Oh, ik heb nu even zijn zwaard gepakt. Oké, die gaan we dus nu aanvallen met R2. Dus even kijken hoe dat dus wegging. Hoppa. We krijgen er geld voor, dat scheelt. Hier is iets aan de hand. Of hier beneden. Hier beneden is iets aan de hand. Deze doen we open. Lycandrios, you're still amongst the living. Our watchmen didn't even see their ships through the darkness. These raiders scum will take everything we have. They're taking prisoners, invading houses, and burning anything they can't pillage. I need you wherever you can stick a blade. Oké, goed. We weten ook hoe we heten. Maar dat ben ik nu alweer kwijt. Naar Kantion, zei hij dat nou? We kunnen de map bekijken. We kunnen zo de map bekijken. Die is een beetje transparant, wordt hier overheen gelegd. Oké. Is dit verstandig? Ik kan alleen maar een beetje prikkelen met mijn zwaard. Het is heel bloederig ook. Het maakt niet uit of mensen al liggen, je kunt ze gewoon slaan. Oké. See that he's still with us. Even wennen aan de besturing. Kunnen wij hier wat vinden? Oké, we kunnen daarin. En hier is wat. De blacksmith. Oké. Laten we eens kijken. Wat moeten we hier doen? Oké, hier kunnen we niet in. De boel is op slot. The door is sealed. Dus daar kunnen we nog niet in. Maar we kunnen wel bovenlangs misschien. Nee, niet. We kunnen alles kapot maken, zie ik. Oh, nectar of healing. Oké. Cool. De tafeltje kan ook kapot. Oh, wat grappig. Een hopeland shield. Oh, kijk aan. Oh, daar gaat de deur ineens open. Hij is boos. Auw, dus niet. Staan we in de fik? We staan in de fik, hè? Kom op, hou eens op. Hup. Oh, hij schiet ook nog ergens mee. Oké, goed. Kan ik ergens mijn energie zien? Oh, dat is onderaan. Bah. Oké, hier kan ik naar beneden. Het is dus wel slim om al die dingen kapot te maken. Ik vind nu een hatchet. De grote vraag is, hoe kom ik daarbij? Even kijken. Oké, dan kan ik zo wisselen. Cyphos, knife. Ja, oké. En hatchets heb ik hier.
Oh, ik heb hier... Oh, zo doe ik mijn schild. Oké. Zo. Hoepel eens op. Goed. Nu heb ik mijn hatchet gekozen. En nu kies ik weer mijn zwaard. Cyphos. Cyphos, knife en de vuistjes hebben we hier. Oké. En een hatchet. Ik weet natuurlijk niet zo wat beter is. Ik heb twee hatchets zelfs. Deze is wel heel langzaam. Grote vraag is hier nog meer te vinden? Dan kun je naar boven. Laten we kijken. Hop. En daar is een deur, die zit dicht. Kunnen we niet in. Maar er is vast een manier om daarin te komen. Hoppa. Why are you standing there in nothing but your skin? That thick skull of yours as good as a helmet. I think I got some old leathers in the back you can wear. Grab me that coin box, would you? I want to make sure you can cover the costs. Oké, okay. De jewelry box. Die kunnen we pakken. Yeah. Try these on. Cover up that greasy hide of yours. En we kunnen wat aantrekken. Even kijken, ik heb 115, dus dat gaat allemaal wel lukken. Linen braces hebben we hier. Leather cap, kost 8. Leg wraps en linen thorax. Kijk, nu heb ik een mooi pakje aan. Cool. Vind je niet echt dat ik je meubels kapot maak? Denk het niet. Goed, nou mooi. Dan zijn we in ieder geval voorzien van spullen. En hier hebben we nog meer. We kunnen het allemaal meenemen. Speren. Cyphos. Doors. Oké. En hier hebben we nog armor. En die speer ziet er wel cool uit. Maar het lastige is dat ik dus niet echt goed kan zien welke per se beter is ofzo. Tenminste, niet meteen. Misschien ligt het... Ik denk dat ik gewoon die speer pak, want die ziet er gewoon cool uit. En hier heb ik nou niks meer te zoeken. Dus dan vertrekken we naar de stad. En dan gaan we eens even kijken op de kaart. Want op de kaart kunnen we waarschijnlijk zien wat de bedoeling is. Kijk, hier hebben we de kaart. Die staat nog in beeld zo te zien. Maar die verdwijnt natuurlijk zo meteen weer. Het lastige is, het spel gaat dus niet op pauze. Dus we moeten wel even een beetje oppassen. Hier, daar is een rode. Oh, ik kan ook slaan. Hoppakee. Haha. En hier hebben we een trap naar boven. Maar daar komen we niet, oh, daar komen we niet vandaan, dus we kunnen gewoon door. Daar ligt wat. Een houten stok. Oké. Olie. En dit ook. Die kar, kunnen we daar wat mee? Ja, daar kunnen we wat mee. Wacht. Kom, die geef even een zet die kant op. Oh, die hebben we kapot gemaakt nu. Nou, dat is ook een manier. We kunnen naar links. Daar komen we vandaan, denk ik. Er zijn er gewoon twee, hè? Dat dit zeer. Nou, hij gooit mijn dingen. Maar dat kan ik ook. Ik kan ook mijn dingen gooien. Ah, oké. Zo, niet weer doen. Even kijken. Want de apotheek is boven daar. Dus dan gaan we dat maar eens even proberen. Trap op. Oh. En deze deur zit op slot. En we hebben geen lockpicks. Die kunnen we blijkbaar wel vinden. Nectar of healing. En hier roept iemand om hulp. Wacht even, is dit. De apotheek. Er ligt een fakkel. Oh, het is donker dus. Nou, goed. Oh, hier ligt echt van alles. Ik heb geen idee wat ik allemaal oppak. Maar dat wordt natuurlijk vroeg of laat wel duidelijk. Hoppakee. Ja, dat zag je niet aankomen, hè? Hier hebben we nog een stoel. Die stoel kan niet kapot. Ik kan wel hem de hele tijd prikken. Is dit een trap naar beneden hier? Nee, zo ziet het er niet uit. Nou, hier allemaal stoelen trouwens. Die stoelen kunnen kapot. Oké, goed. We gaan hier naar beneden. De gezondheid gaat ook goed. Hier is een mes. Oh, dan laat ik dingen liggen. Want ik kan... We hebben een Doris Cyphers Wood Club. Ik kan zoveel wapens meenemen ofzo. Twee messen. Nou, die Doris die staat bovenaan, dus die zal wel de beste zijn.
Ik redeneer een beetje simpel misschien, maar toch. Hier zijn vast spullen waar we wat mee kunnen craften ofzo. Nou, oké. Okay. We hebben een hoop spulletjes verzameld. En als ik kijk hier, dan... We kunnen de kaart niet zien waar we al geweest zijn. Oké. Okay. Nou, die andere kant hebben we ook nog. Hallo? Ja, daar is iemand. En die is vast niet blij. Oké. Okay. Het is een beetje onheilspellend stil hier. Hoppa! Ik heb ook armen erbij. Er liggen standbeelden. Oké, okay, laten we eerst even hierboven kijken. My Kendrios. I doused all the lamps and hid up here before they could find me. I'm fine, but you look dreadful. Come closer, my boy. Here, let me show you how to mix a soothing tonic for your wounds. Okay, nectar of healing recipe. Once magically distilled, this milky fluid will dull pain and mend grievous wounds. Dan krijg je 50 health voor terug. En we hebben ook de Greek Fire recipe, daar krijgen we vuurbommen van. Nou, hartstikke fijn en dan krijgen ze allebei mee. Super fijn. Hier zijn al spullen en we kunnen het daar ook maken zo te zien. Dus we kunnen hier naar opties. En dan kunnen we een... Oh, dit is een inventaris. Oh, oké, dit is mijn inventaris. En er staat bij hoeveel schade dit doet. Ja, dan moeten we dus deze inderdaad gebruiken. En voor de rest hebben we olie en al wat spulletjes. Een schild dus. En onze leather cat, dus onze armor. Oké, okay, en hier hebben we dus het craft menu. En dan kunnen we dus bijvoorbeeld Greek fire maken. Ja, en deze kunnen we ook nog maken. Ja, leuk. Heel leuk. Goed, we gaan die kant op. We maken echt zijn hele huis kapot, maar... Daar is ook nog een mannetje. Haha. Daar ga je. Dat is best wel breed dat je gewoon kan door blijven prikken. Nou, dit lijkt me allemaal belangrijke dingen. Hatchet. Doeroe. Oké, okay, dat is dus... Het is of Hatchet of Doru. Dus als ik die... Nu heb ik ze allebei wel gepakt. Ik snap van het hele inventarisverhaal niet superveel. Maar goed, dat komt waarschijnlijk nog wel. Als ik nou kijk op de kaart, kan ik ook niet zien of wat ik allemaal al verkend heb. Maar het lijkt erop alsof ik alles al wel verkend heb. Ja, hier zijn we ook al geweest. Dus dat betekent dat we eruit gaan. Als ik de uitgang kan vinden. Ja, dat is hierboven. Hier is de uitgang. En we gaan de stad weer in. Dan gaan we eens even kijken of we nog een nieuwe missie kunnen vinden op de kaart. Er zijn een aantal dingen die we moeten doen. Find the Hunter, zag ik al staan. Kunnen we dat ook nog over de kaart scrollen? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar, goed. Er is genoeg te doen. Dat zie ik al wel. Laten we maar gewoon eventjes doorgaan. Hé, jij. Ga eens kapot. Oké. Okay. Goed, hier naar beneden. Oh, hier is iemand. Komt daar nu in? Nee, ik heb al steeds gelokpikt. Dus daar moeten we nog wel even wat aan gaan doen. Is dat een bad guy die? Nee. Het is een ramp. Alles ligt in puin. En waar zijn we hier? De Temple of Dion. Daar kom ik ook niet in. Dus, ik zie een pijltje naar beneden. Daar moeten we zijn. Goed dat we de objective zien. Dus zak even hier. Hoppa. Oké, okay, en we gaan door. Hier naartoe. Oeh, ik denk ik laat me even te ver vallen. Hier is een huis. Orion's huis. Oké. Okay. De Hunter.
Oké, we gaan even zijn vaas kapot maken. Je kunt ook gewoon opspringen blijkbaar. Hier zijn javelins. Die kunnen ook gewoon meenemen. Die kunnen ook gooien. Dus, als we de javelins kiezen. Hier. Dan kunnen we zeggen. Even kijken. Kunnen we dan richten ergens op? Nee, gewoon gooien. Oh. Oh, daar gaat een lampje aan. Dat klinkt heel belangrijk. En als ik hem weghaal, dan blijft dat lampje gewoon. Oh, je kunt ze ook gewoon mee terugpakken. Oh, dat is goed om te weten. En hier kiezen we inderdaad ons wapen. Dus even een kleine uitleg. Hier ligt nog wel een javelin. Kun je die meenemen? Yes, dat kan. En hier moet het blijven naartoe. Er zijn ook ratten hier. Hoppa. 20 gezondheid. Hunting arrows. Nemen we ook mee. I was at hunting yesterday. Didn't see a single deer. Went up this morning. Didn't see any rabbits. No birds singing either. There was always the bird songs in the mornings. Peep, cheep cheep, tweet. Lots of rats though. People like rat meat, right? They're bandits upstairs. Don't you worry. I'll keep all the rat meat safe. Don't worry. I'll keep the wine safe too. Ja, dat dacht ik al wel. Goed, heeft u nog wat voor ons? Nee, niks. Artemis must be mad at us. It's alright. These little guys aren't going anywhere. Hij heeft verder niks te melden. Alleen maar dit. Alleen maar gebrabbel. Gelal. Hij is hartstikke dronken. We hebben zijn huis gehad in elk geval. We hebben weer wat geleerd. Dat is ook goed om te weten. We gaan terug de stad in. En onze volgende doel opzoeken. En als ik het zo bekijk, dan moeten we naar de granary. Even kijken, kan ik ook naar beneden? Yep, dat kan. Hoppa! Hoe ver gaat het door? Want we gaan al een eindje doorlopen, zie ik al. Farmer's Fork hebben we ook nog. Is dat beter dan wat we nu hebben? Ik denk het niet. Maar we kunnen dat zien natuurlijk door naar onze inventaris te gaan. Als ik dan kijk naar de Farmer's Fork, die hebben we hier. Dorus, Cyphos. 15, 20, 25. Nee, de beste staat gewoon bovenaan. Ik heb gewoon al vrij snel de beste te pakken. Hier kunnen we ook naartoe. Holy. Allemaal spulletjes om dingen mee te maken. Paddenstoelen. Die kunnen niet kapot. Oh. Dat verbaast me. Goed. Maar dan zitten we dus nu hier vast. Dus dat betekent dat we terug gaan. We kunnen ook aardig snel rennen als we blijven doorlopen. Pop, pak aan. En een knife. Oké. Okay. Hier is nog een Zyphos. De granary, daar moeten we in. Die moeten we veilig maken. Help me! They're taking the grain. God, stop them. We don't even have enough to last the season. Nou, dan gaan we dan wat aan proberen te doen. Moet het graan niet meenemen. Hey jij! Moet je het graan meenemen? Helemaal gek. Ik gooi even een ding naar jou hoor. Zo, hier. Pak hem ook weer op. Zo, oké. Als zij het graan niet pakken, dan pak ik het gewoon. Dat kan blijkbaar ook. En de olie, die blaadjes, die heb ik vol blijkbaar. Give it up. Hopsie. Oké dan. Goed. Dat graan. We kunnen hier naartoe. We moeten even onderdoor kruipen. En dan. Hier naar boven. Nee, dat kunnen we niet. Maar wel, waarschijnlijk. Oké. Okay. Oh, dan kunnen we rondkijken. Oeh, dat is goed. Ik voel me net laf hoe dat in zijn werk ging.
Oké, dus dat betekent dat we zien dat we hier de trap kunnen nemen naar boven. En dan kunnen we hier boven langs klimmen. Dat betekent dus dat we ook daar langs kunnen. Waar komen we dan uit? We moeten nog verder naar beneden daar, maar toch even spieken hier. Oei, zijn ze met z'n tweeën bezig. Hoppakee. Goed. Alle mensen, wat een bloed. Wat een bloed. Mutoru. Een nectar of healing. Dat is ook prettig om te gebruiken. Healen doen we met driehoekjes. Ook goed om te weten. Nou, dat is nu niet nodig, want ik zit daar aardig goed voor zo te zien. Maar het is wel mooi zo in de achtergrond verwerkt. Ik had het bijna niet gezien. Nu gaan we nog even daar naartoe. Er staat er weer een. Wat vind je nou, jongen, met je ding? Zo, pak aan. Objective complete. Dus die man is blij. Dat is prettig. Hier, kijk eens. Hop. Zijn spier laat hij niet liggen. Nee, oké. Wat prettig dat het vuur geen pijn doet. Dat is goed om te weten. Nou, dan hebben we dit ook gedaan. Dan zal die man boven wel blij met ons zijn. En aangezien ik deze blaadje niet op kan pakken, is het misschien goed om te kijken of we dat kunnen craften. 4, 5. Nou, dan moet ik er nog één maken. Nu kunnen we het waarschijnlijk wel meenemen. Ja, want dit hebben we nodig voor gezondheidsdrankjes. Ik kruip nu. Oké, nu niet meer. We kunnen hier weg. En dan was er volgens mij nog één doel op de kaart, voor zover ik weet. Kijk, rescue the prisoners. Dat moeten we nog doen. En dan hebben we dat gedaan. Ik zal eens even kijken of ik nu niks... Ja hoor, ik ga je redden, mevrouw. Hé, hey, komt goed. Moesten we hier zijn? Nee, hier ben ik al geweest. Dus ik heb jullie al geholpen hier, dit stuk. We gaan even weg hier. Succes. Wij rennen hier naartoe. Ja, deze kant op. Hé, hey, een boot. Zo, die zag me niet aankomen. Hij ook niet trouwens. En we gaan het schip in. Oké. Het raiderschip. We gaan de gevangenen redden. Die zit op slot. Oh, hij doet de deur open. Ja, goed zo. Nou, opgelost, hè. Milk of Moly Root. Je kan ook rollen met een rondje. Oeh, dat is leuk. Leuke handeling. Hallo. Doe de deur even open. Nee, hij doet de deur niet open. Hij denkt, ik ben niet gek, ik doe de deur niet open. En ik kan hem niet openmaken. Nee, want ik heb geen lockpicks. Dus misschien vinden we die hier beneden. Boat hold key required. Oké, nou. Ah, lockpick. Kijk, dat is ook niet toevallig. Nou, we hebben de lockpick nu. En weer een zijvas. Die lockpick, die gaan we hier gebruiken. Another one for the market. Bet you do well in the arena. Oh ja? Ik dacht het niet. Even, ik moet even mijn beste wapen pakken. Dat is mijn ding is. Haha. Farmer's Fork. Kijk eens, zo zien we weer. Die komt wel weer van pas. Moet ik alleen even kijken. Zyphos, Farmer's Fork. Die ga ik gebruiken. Dat is wel een fijn wapen. Deze kan open nu. En hier is een hendel. Kijk, en alle objectives compleet. Het dorp was weer gered. Door mij. Ja, ja. En daar hebben ze muurschilderingen van gemaakt. En daar kijken we nu naar.
Hop, we gaan naar het dorp. Oh shit, er was nog iets. Er was nog een kistje. Nou, laten we dat maar doen dan. We gaan de Tyrant verslaan en dan moet ik er wel mee stoppen, want het zit op een half uur. Ongeveer. Hoepel op, man. Zo, hier, pak aan. We gaan die kant op. Daar zijn ze lekker aan het vechten, dat komt wel goed. Oh, Nectar of Healing. Hé, hey, dus niet. Zo, pak aan. Hier naar boven. Hoe komen we daar? Via hier. Jij. Goed zo. Goed gedaan. Oké, we gaan hier de trap nemen. Haha. Wat ben je dan van plan, man? Zo. Oké, we gaan naar boven hier. Nog verder omhoog. Wat een hoop vijanden. Hoeplop. Zo. Plus 10 armor. Daar moeten we zijn. Maar die is onkwetsbaar dus. Hup, opgehoepeld. Oh jee, dat gaat niet heel goed. Oké. Okay. Pak wat pijlen. Klopt, man. Zo. Oké, we gaan door naar de tempel. Mijn beste wapen. Ik neem aan dat het op dit moment de Cyphos is. Ik heb nog javelins, maar goed. We gaan de Temple of Dion in. Nou. Laten we het maar doen, hè. Even kijken. Dingen craften kunnen we doen. Ja. Oké. Okay, craft Greek Fire. To open a breached cracked wall. Oh, maar die hebben we toch, Greek Fire. Die selecteren wij zo. En vervolgens gooien wij die hiermee. En nu? Kunnen we dat nu gooien? Ja, zo dus. Even zoeken. Doru. Oké, hij rent weg. Hier is de Tyrant. Nee, hier is de Tyrant niet. Hoewel, als hij dat wel is, is hij niet heel sterk. Hoeplop. Daar gaat hij. Volgende. Ik heb nog een trap op. Even kijken. Ik denk, die is hier gewoon in de buurt, joh. Die pakken we even. Hij is hier boven. Nou, weet je, normaal gesproken zou ik het helemaal gaan verkennen. Maar nu, omdat ik graag de video wil afronden, ga ik... Dat kan ook rollen, hè. Geef ik gewoon. Jo. Oh, zijn schild is kapot. Opgekoppeld. En plus armor. Prima, volgende. Pijlen. Dan schuif ik kapot, man. Ik heb nog 80 gezondheid, maar ik zit dan wel even goed. Ik moet hier naar boven. Hij heeft een mooi wapen. Milk of Moly Root. Doe nog verder omhoog. Laten we dat maar doen. Waar moeten we zijn? Heal. Wat kunnen we doen? Nectar of Healing. Zyphos. God save us. They sealed the door behind them. But I have the spare key. Take it, take it. Ja, ik ben niet goed, maar wel goed. Hier is de grote baas niet. Maar, die zit blijkbaar achter een deur. En bij die deur, daar moet ik met deze sleutel in. Dus, wat dat betreft, zitten wij goed. Alleen dan moeten we zien of we op een andere manier daar zien kunnen komen. Oh jee, het zijn niet hele goede wapens die we gebruiken.
Oké, prima. En we gaan door. Arrow. Typhos. We zijn in de buurt. Deze sleutel. Haha, pak aan. Is dat hem? Nee, dat is maar niet. Blijf nou staan, man. Haha, een schild. Was dit het? Nee, hij is hierboven. Dat is een grote tempel, dit. Dat blijkt me weer. Nog lockpick, blijkbaar. Upgrade de skill cap. Oké, oh, ik heb een andere helm. En een tijdje armor erbij. Nou, je durft nu wel. Wat zit daar voor iets? I sing of golden throned Hera, whom Rhea bear, queen of the immortals, is she, surpassing all in beauty. She is the sister and the wife of the loud thundering Zeus, the glorious one, whom all the blessed throughout High Olympus reverence and honor, even as Zeus, who delights in thunder. Dat staat in een verhaaltje gemaakt door Homerus. Die wist al hoe die een verhaaltje moest schrijven. Hydra Fangs. With heads carved from rare hydra bone, these arrows split into three shafts when loosed. Dat lijken me dus hele goede dingen. Deze deur zit op slot. En Hydra Shafts, Hydra Fangs, die hebben we nu ook gepakt. Nu gaan we dat eens eventjes gebruiken. Maar hier gaan we weer naar de stad. Moet dat? Dat moet. Defeat the tyrant. Laten we dat doen. Out of my way, peasant. The gods have forsaken you. Resign to your fate and leave this world to stronger men. Pak aan. Ik pak al die Hydra Fangs op. Nou, dat is niet al te moeilijk, toch? Kijk, ik heb hem al bijna. Bam! Haha! We hebben een slow motion nu. Cool. Nou, hij is dood. Wat houdt het in voor ons? Dat houdt in dat we hier naartoe kunnen lopen. Bright ember glowing from within a dying hearth. Arise, my chosen. Arise, Nicandrios. You stand before Hera, fairest amongst all goddesses, divine queen of Olympus. Under the shadow of the mountain, humanity gasps its last breath. The gods have abandoned you. Zeus, king of gods and men, my husband, has turned his back on your people. He has broken the sacred contract between deities and mortals. He has betrayed you. You see, we are alike, you and I. Wife and son, wounded by husband and father. Unfaithful in matrimony, he discards his oaths for lesser creatures. Irresponsible in patriarchy, he discards his mortal subjects, like an ungrateful child tossing away his toys. The law of Zeus is absolute, and the Olympians are compelled to obey. Without the seeds of Demeter, your crops fail. Without the grace of Artemis, your forests are barren. Without the gaze of Apollo, your mines stumble in darkness. But I, as queen, am not so easily cowed. Step to the altar, Nicandrios. I present to you a choice. Ascend Mount Olympus, strip these callous gods of their power, and cast down Zeus from his lofty throne. Stand up to the cruel deities of Olympus and earn your people's salvation. Or remain here, without the gifts of the gods, and watch your world turn to ashes. Nou, dat is een flinke besluit. For too long has my husband escaped the consequences of his actions. But together, we will take
what is owed. En dan gaat hij naar Olympus. Goed. Mount Olympus. Ik zet er een dik vette punt achter. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Dat helpt heel erg. Deel deze video met iedereen. En dan zie ik je graag de volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van Apatheon. Bye bye.